Arnhem kent een rijke geschiedenis. Zo zijn er onder enkele winkelstraten van de oude binnenstad middeleeuwse kelders te vinden. Deze maken het verre verleden van Arnhem zichtbaar en ik ga een kijkje nemen. De gemeente Arnhem heeft deze bijzondere kelders in kaart gebracht en gerestaureerd. Daardoor is er een uniek en historisch monument ontstaan waar je jezelf kunt onderdompelen in het middeleeuwse verleden van de stad. Zo, we zijn hier op de plek waar de route start. Waar zijn we? Gabriella, we staan hier aan de kop van de Rijnstraat. Een hele historische plek. We staan hier in feite onder de binnenpoort. En hier buiten had je de haven. Waar nou dat verkeer raasde, was de haven. Daar kwamen de boten en die brachten allemaal spullen. Die werden hier de stad binnengebracht. En ietsje verderop werden stenen huizen gebouwd met prachtige grote kelders. En daar werd bijvoorbeeld fusten met wijn opgeslagen. Dus dit was een hele belangrijke plek waar al het leven de stad binnenkwam. En waar boten met varkentjes de stad weer verlieten. Vandaar dat om de hoek de Varkensstraat zit. Daar kwamen ze van de varkensmarkt naar de haven en weer terug naar Duitsland. En wat voor een connectie heeft dat met de kelders? Connectie met de kelders is dat dit soort kranen, zo'n kraan stond hier aan de haven, oude kraan. Heet het daar ook, niet voor niks, oude kraan. En zo'n kraan met een tredmolen, daar liepen mensen in rond, net zoals misschien heb je een hamster gehad die in zo'n molentje rondliep. Nou, zo'n soort molen en daar werden vaten met wijn uit boten gehezen, op karren geladen en die gingen hier de stad in. En onze volgende plek? We gaan nu naar het Sint-Peters Gasthuis, ietsje verder de Rijnstraat in, het oudste pand van Arnhem, 1354. Het staat er nog steeds. Ga eerst de buitenkant bekijken en dan zien we straks de mooiste en de grootste kelder, de onder. Oké, bijzonder. Heel bijzonder. Nou, hier staan we bij het Sint-Peters Gasthuis, Arnhems oudste gebouw, 1354. Op dit schilderij uit de 18e eeuw zie je drie panden. Rijnstraat 74, 75, 76. Die zijn samengevoegd tot wat we nu zien, prachtig breed pand, eind 19e eeuw verbouwd door architect Boerbooms en de onderkant, de begane grond, in art deco stijl begin 20e eeuw. Het is nu Hotel Nouvelle, een hotel in wording. En het leuke is, we staan hier dus te kijken naar de 21e eeuw. Hier kijken we naar de middeleeuwen. En als we beneden in de kelder zijn, dan kijken we ook nog naar de middeleeuwen, om precies te zijn naar de 14e eeuw. En van deze drie gebouwen zien we dus de aparte keldertjes in het keldercomplex. Aan de buitenkant is geen spoor meer van deze drie huizen over, maar beneden des te meer. Ja, pas dames op waar je voor stapt. Ja. Het zijn hele smalle treden, yes. Maar het kan. Hele grote ruimte, hè? Groot, hè? Ja, zeker. Dit zijn de kelders onder het Sint-Peters Gasthuis. De grootste van het hele complex. Deze eerste grote kelder is authentiek. De tweede, die we zo meteen gaan bekijken, is authentiek. En de derde is aangebouwd. En waarom zijn ze zo rot? Dit is de zogenaamde constructie van het tongewelf. We hebben nu gewapend beton en dan kun je elke vorm van tevoren klaarmaken en op de bouw plaatsen. Maar vroeger werd dus steen voor steen gemetseld en dan is dit de constructie om de zwaartekracht maximaal tegen te werken. Okay. Want het gewelf drukt zichzelf in elkaar, dus je kunt hier een geweldig gebouw op neerzetten. Dus dit fungeert tegelijkertijd als het fundament voor het gebouw hierboven. En je creëert een koele opslag voor fusten met wijn. Door wie werden deze kelders gebruikt? Door de eigenaren zelf. En ik geloof vanaf 1527 heeft ook Hertog van Gelre, onze beroemde grote man, heeft deze kelder gehuurd. Die had zelf al een prachtig spijker met wijnkelder, maar blijkbaar had hij ja, of veel vrienden of een grote dorst, dus die had ook deze kelder nodig. En dan stonden hier dus, stonden die fusten zo in rekken allemaal opgesteld. Is er in deze ruimte dan ook nog veel gebeurd? Als deze kelders zouden kunnen praten, ja, er is heel veel gebeurd. Bijvoorbeeld bij de Slag om Arnhem hebben hier, hoeveel mensen is onbekend. Ik heb diverse mensen gesproken die hier als kind
bij waren. En de een zegt 100, de ander zegt 200. Een dame zei zelfs nee, wel 300, maar dat betwijfel ik. Daarvoor is de ruimte te klein. Maar die hebben hier dus een paar dagen moeten schuilen voor de bommen. En toen ze dachten dat ze weer naar huis konden, toen werd Arnhem geëvacueerd, konden ze Arnhem uit. Dus dat is, moet je dus voorstellen, zonder die verbinding met andere kelders en zonder veel sanitaire voorzieningen en zonder voedsel, hier een aantal dagen zitten is niet echt een pretje. En al de onderdelen die ademen die tijd uit, hè, van die hele grote bakstenen, dat noem je kloostermoppen, omdat de eerste stenen in kloosters werden gebakken. En dan weet je ook, oké, dit is 13e of 14e of 15e eeuw, niet eerder en ook niet later, want bakstenen werden later alsmaar kleiner en handiger in gebruik. Als je hier door de kelders loopt, dan zie je overal van die nissen. Daar stond dus een olielampje of een kaars in. En het was dus voldoende verlichting. Want ja, mensen zagen vroeger in het donker toch een stuk beter dan wij. Alleen wij zien nu, anno nu, weer veel meer kleurschakeringen dan de middeleeuwen. Ja, we zijn eigenlijk verwend geraakt qua licht. Precies, ja. Ja. Staafjes en kegeltjes doen bij ons ander werk dan bij de middeleeuwers. Ja. In een van de kelders staat een kast met opgravingen uit beerputten. En dan zie je toch wel hele leuke dingetjes. Je ziet hier vlooien en luizenkammen. Iedereen had vroeger last van die beestjes. En je ziet hier ook heel erg leuk een gebitsprothese uit 1800 gemaakt van walrusivoor. Stel je even voor hoe onze tandheelkundige zorg anno nu is. En kijk dan naar dat primitieve gebitje. Of dat lekker gezeten heeft, betwijfel ik. Hoeveel kelders zijn er hier in totaal eigenlijk? Ruim 30. Oké. Okay. Het is ooit allemaal van elkaar gescheiden en nu allemaal verbonden door doorgangen. En dan is dit eigenlijk een soort, toch wel het hoogtepunt van het hele keldergebeuren. En hier zie je ook aan, hierboven zit dus Sint-Peters Gasthuis. En dat zou voor ten eeuwige dagen zorg dragen voor zieken, behoeftigen, ouderen, reizigers enzovoort. Maar eeuwig is altijd maar tijdelijk, want in 1847 is dit pand gekocht door wijnhandelaar Vongers. En die heeft hier deze wijnrekken in laten metselen. Want wijn werd toen niet alleen in fusten bewaard, maar natuurlijk ook gebotteld voor de verkoop enzovoort. Dit is dan de derde kelder? Dit is de derde kelder. Dit is een aanbouw midden 19e eeuw. Je ziet het aan de stenen. Het zijn regelmatige en veel kleinere stenen dan die oude kloostermoppen. En je ziet hier ook weer dezelfde wijnrekken van meneer Vongers nog. Alleen moderne ijzeren hekken, zodat als hier een feest is en de cateraar hier zijn spullen opstelt, die zijn wijnvoorraad en andere dingen veilig kan zetten. Want ja, zo'n gids die door die kelder schuimt, dat is natuurlijk altijd een beetje link, hè? Dat moet veilig staan. Oké, nu gaan we dus tot slot via een in 2013 aangelegde tunnel onder de Oude Oeverstraat door een tijdreis maken. Ben je goed verzekerd tegen tijdreizen? Ik wel. Prima, ik ook. We gaan namelijk van 1354 in een paar stappen even naar 2021. Komen we aan in een prachtig erfgoedcentrum, Rosette-1. En daarna gaan we nog even een paar dingetjes bekijken. Oké? Okay. Ja, zeker niet. Oké. Ik ben benieuwd. Gabriella, tot slot. Hier ligt een reus uit de middeleeuwen, 1500. Moet je kijken wat een enorm mens. En moet je kijken wat een fantastisch wit gebit die man heeft. Ja, dat ziet er echt goed uit. Waar komt dit vandaan? De Jansbeek die is, zoals je weet, bovengronds gehaald. En dat is dwars door het oude kerkhof getrokken. Nou, om dan die beek te kunnen graven, moest ook eerbiedig al die mensen worden opgegraven. Dus zo'n 1200 skelet en die zijn herbegraven voor de toren van de Eusebius uiteindelijk. Okay. Kijk, en dat is de rol van het erfgoed. Er wordt iets opgegraven van vroeger. Nou, dat wordt hier tentoongesteld. Maar waarom is dit skelet dan hier gekomen? Is deze nog op een bepaalde manier specialer of was hier nog iets bijzonders? Nou ja, dit is een heel gaaf exemplaar. Hij is A, een reus, B is hij heel erg compleet. En ja, ze moesten er één kiezen. Gabriella, dit was het. Kom, we gaan terug. Ja, een bakje halen. Lekker bakje koffie. Het blijft toch indruk maken om erbij stil te staan hoeveel mensen hier op deze plek je al zijn voorgegaan. Tot volgende week. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering van Er op Uit in de Regio.